we leven toch op dit moment in een lineaire samenleving waar je iets pakt, je maakt iets, je consumeert iets en je vernietigt het. Dat zijn er op dit moment iets van 180.000 om en nabij die op een jaarbasis worden afgedankt. En daar hebben wij van ontdekt dat om en nabij 60% naar het buitenland verdwijnt. En dat is op zich niet erg, want sommigen krijgen een mooi een tweede leven, misschien zelfs een derde leven, worden uiteindelijk gerecycled. Maar we hebben geen zicht op wat er uiteindelijk mee gebeurt. De primaire reactie van een klant op het moment dat hij gaat switchen van apparatuur is: we moeten van onze spullen af, laten we een broker kopen en daarmee is het probleem uit de wereld. Wij denken dat de werkelijkheid iets gecompliceerder is. Het is niet allemaal oneindig en voor eeuwig voorradig. Zorg ervoor dat je wat je hebt in je, zo lang mogelijk in je economisch systeem houdt. Zelfs je grondstoffen hebt, je materialen, je componenten. Zorg dat je het zo lang mogelijk zo slim mogelijk inzet. En dat geldt dus ook voor dataservice, omdat het ontzettend grote stroom is. Er zijn meerdere partijen betrokken in de keten. We kijken onder andere naar de fabrikanten van de servers, de leveranciers, distributeurs van de servers en de eindklant. Ja, tot op heden voor iedereen natuurlijk, en dat is wel vaker met ketens. Iedereen in een keten heeft zijn eigen business, zijn eigen verantwoordelijkheden, zijn eigen day-to-day beslommeringen. En niemand voelt nu het verlies, maar er is waarde te halen in gezamenlijkheid. Wat wij vooral kunnen doen is praten met klanten over de mogelijkheden die er zijn op het moment dat hun servers niet meer bruikbaar zijn voor de doelstellingen waar ze ze voor gekocht hebben. Dat betekent dat er wellicht andere partijen zijn die de machines nog wel kunnen gebruiken, maar er zijn inmiddels ook partijen die de hardware opkopen en de componenten geschikt maken voor hergebruik. Of wellicht andere partijen zoeken die deze servers weer opnieuw kunnen inzetten. Hoe kan je je winst optimaliseren uit dezelfde grondstofstroom? Je kan hem vernietigen, maar je kan hem ook nog een keer gebruiken. En nog een keer gebruiken, en nog een keer gebruiken. Dus wat dat betreft, volgens mij zit er ook een heel groot economisch gewin in. Niet alleen dat je grondstoffen behoudt voor of minder vervuilt, maar ook dat je zegt, ja, ik verdien er gewoon meer aan door het vaker te gebruiken.